Yo gasten, FIFA Bozzi, welkom bij een nieuwe voetbalvideo. Vandaag doen we weer een keer een top 10. Maar vandaag is het eigenlijk geen top 10, want het is eigenlijk een top 15. Met de titel staat top 10. Ja, in principe maakt het ook niet heel veel uit. Ik had wat extra goals gevonden, dus dit wordt een iets langere versie. Het idee trouwens wat we vandaag gaan doen is van Anne Saidi. Hij zei, doe top 10 WK goals. Dat vond ik een heel goed idee, want deze week gaat, zeg maar, of volgende week gaat het WK daadwerkelijk beginnen. En dan was het natuurlijk wel een leuk idee om dan ook daadwerkelijk WK's goals te doen. Maar voordat we naar alle mooie goals gaan kijken, vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten, te abonneren en natuurlijk Bowser Army merch te checken. Link staat in de beschrijving. Maar laten we niet veel lullen en laten we maar beginnen met nummertje 15, want inderdaad, we hebben 15 in plaats 10. Dit is Michael Owen voor Engeland. Dit was echt een heerlijke goal. Echt, hij rent die verdediger de kat uit, wurmt zich voor, kapt de andere verdediger uit en schiet hem dan vervolgens keihard in de kruising. Dat is wel echt heel ziek hoor, dat je dat dan op dat moment lukt. Terwijl dat je op volle snelheid bent, zo'n zieke lange sprint hebt gedaan, want hij begon al bij zijn eigen helft. Dat je dan nog zo rustig kan blijven en zo goed de bal erin kan schieten. Check dan, gewoon heel rustig, pop! Nou, niet recht in de kruising. Het kon nog strakker, maar ik vind het, zeg maar, alsnog wel kruisingwaardig. Heerlijk ingeschoten. Hier zien we nog even van een ander punt. Dat is altijd wel mooi om te zien hoe hij dan langs die verdediger komt. Best wel bijzonder dat hij überhaupt niet op zijn bek ging daar zo. En wat trouwens ook leuk is, is hij vet van Nederlandse goals in deze top 15. Dat is ook leuk. Want nu komt de eerste Nederlandse goal. Die staat op nummertje 14. En dit, wie was dit ook weer? Ik weet niet meer precies hoe deze kerel heette. Maar het was in ieder geval een Nederlander van best wel lang geleden met een heerlijke goal. Check dan. Keihard en dan ook keihard geschoten recht in het hoekje. Dit was in het WK van 1978. Dat heb ik wel genoteerd, maar oh, wat een heerlijke goal. Zometeen zie je het vanaf een andere positie. Ja, vanaf deze positie. Dan zie je wat voor een ontiegelijk goed schot dit was. Echt keihard, precies langs de verdediger en precies in het hoekje. Heerlijk binnengeschoten. Het heeft wel iets weg van de Van Bronckhorst goal, die ook zo keihard in het goal zat. Maar dan is die dan nog wat, net wat beter. Die komt zo meteen ook. Maar welke plek die staat, ga ik niet verklappen. Maar door met nummertje 13. En dit was ook zo'n heerlijke goal, jongen. Echt niet normaal. Zo meteen. Ja, dat is nu in één keer op de... Ja, eerst aannemen, dan in één keer op de pantoffel. Recht in de kruising. Zo ziek dat je dat op dat moment bedenkt, jongen. Eigenlijk zou het nog mooier zijn geweest als hij hem in één keer had geschoten en niet nog op de borst had aangenomen. Maar ja, dan is de moeilijkheidsgrootte, moeilijkheidsgraad, is dan meteen nog veel hoger. Maar alsnog was dit echt een zieke goal. Maar door met nummer 12. En als jullie nu al de goal ziek vinden, het wordt dus nog zieker. Dat is echt niet normaal. Hier, deze kerel, die speelt die 4 man uit. Hier nog één en nog één. Dat is echt super nice. Vervolgens paast hij de bal af, want het is nog wel op zijn eigen helft. Dat was een mooie actie, maar er komt nog geen goal uit. Maar de aanval gaat gewoon verder en zo meteen komt hij terug. En dat maakt hij het zo heerlijk af. Kijk, hij komt hier nu rechtsbuiten, komt hij aangerend. En boom, in één keer volop op de pantoffel. En in de hoek, in de verre hoek gescoord. Dat is wel nice. Het is vooral de actie ervoor nice. Weet je, dan dolt hij 4 man. En dan vervolgens scoort hij uiteindelijk ook nog. Dat is echt heel nice. Maar laten we doorgaan met nummertje 11. En hier is weer een Nederlander. Namelijk de one and only Robin van Persie. En jullie weten natuurlijk al welke goal er gaat komen. Tegen Spanje. Zijn kopbal. Echt een geweldig goal was dit. Dit is denk ik de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gekeken in mijn hele leven. We kwamen eerst 1-0 achter tegen Spanje. En toen uiteindelijk 5-1 geworden. Ik ging helemaal los. Wat was dit mooi. Een beetje jammer dat we dit jaar niet dit soort dingen mee kunnen maken. Maar het was wel echt een prachtige goal. Ik denk wel een van de mooiste kopballen aller tijden. Maar we zijn nu in de top 10 beland. Want ja, nu is nummer 10. En dit is Ronaldinho met een vrije trap die je eigenlijk nooit meer gaat zien. Is echt heel bizar. Iedereen verwacht natuurlijk dat hij hem voor gaat geven. Maar hij ziet zijn keeper ietsjes voor een goal staan. En hij schiet hem er precies overheen. Dat is vooral het knappe aan deze goal. Gewoon precies goed raken. Zeg maar, hij moest niet 10 centimeter hoger, niet 10 centimeter lager. Van zo'n afstand is het echt bizar knap dat hij die bal erin kreeg. Hier nog even een herhaling. Iedereen verwacht natuurlijk een voorzet. Maar dit was gewoon gemikt van Ronaldinho. En dat maakt het gewoon nog 100 keer zo knap. Maar we zijn beland bij nummertje 9. En dit is weer een Braziliaan. Dit is namelijk Maicon. Deze goal die herinner ik me ook wel. Toen ik hem zag, dacht ik, oh ja, dit was ook zo'n zieke goal. Iedereen denkt ook bij deze goal, hij gaat ervoor geven. Maar dat doet hij niet. Hij schiet hem in één keer uit de korte hoek. Die bal die lag al bijna op de achterlijn. En hij weet hem gewoon vol op de pantoffel te nemen. En toch nog in het goal te krijgen.
Zo meteen in de herhaling zie je het goed. Nu kan je, ja, nu zag je net iets minder vanaf deze positie. Ja, vanaf hier zie je het goed. Die bal nog 10 centimeter en hij was bijna over de lijn. En hij schiet hem gewoon in het goal. Echt perfect geraakt. Beter kan hij gewoon niet raken. Dit was echt zo'n heerlijke goal. Gewoon een hele knappe goal. Dat is het vooral. Maar door met nummertje 8. En is dit, volgens mij was dit weer een Nederlander. Ja, dit is, was inderdaad weer een Nederlander. Ik heb op nummertje 8 natuurlijk Fran Bronckhorst staan. Ik had het er net al wat over gezegd. En inderdaad, het was echt een zieke goal. Echt zo mooi geschoten. Beter kan je bal gewoon niet raken. Deze goal heb ik natuurlijk ook gewoon live gezien. Ik werd ook helemaal gek. Hoe vaker je naar dit soort goals gaat kijken, hoe kutter het is dat we dit jaar niet aanwezig zijn. Willy was toen wel aanwezig op het WK. Onze koning Willy. Maar oh, als je dit ook in slow-mo ziet. Oh, wat was dit heerlijk geraakt. De keeper kan er precies niet bij. En volgens mij, of raakt hij hem heel lichtjes met zijn vingertoppen. In ieder geval, strakker in de kruising. Kon gewoon niet. Dat was onmogelijk. Dit is echt zo'n zieke goal. Echt niet normaal. Maar laten we doorgaan naar nummertje 7. En dit is weer een Braziliaan. Er zijn veel Braziliaanse goals en ook veel Nederlandse goals. Die twee landen die komen er veel in voor. Dit is ook weer zo'n fijne goal. Gewoon een dikke omhaal. Keeper gepasseerd. Keeper had ook, ja, hij had op zich wel een schijnbare kans, maar het is in ieder geval heel mooi ingeschoten. Vooral de reflex, zeg maar. Want hier wordt de bal, hier wordt hij nu aangeraakt door de tegenstander. En hij weet zo snel te reageren en dan zo snel een omhaal doen. Dat is echt heel knap. Hier zie je trouwens wel dat de keeper, het is niet heel geweldig gekiept. Maar echt een hele grote kans om hem tegen te houden had hij ook niet. Als hij gewoon was blijven staan, dan had hij misschien iets meer kans gehad. Maar laten we doorgaan met nummertje 6. En dit is niemand anders dan Rodriguez. Dit WK deed hij het zo goed. Daarna ging hij ook naar Real Madrid, zeg maar. Maar dit was ook zo'n ontiegelijk fijne goal van hem. Eén keer aanname op de borst. Omdraaien, in één keer op de pantoffel, recht in de kruising. Dit is echt zo knap dat je zo snel kan reageren en zo mooi kan scoren. Echt niet normaal, zo perfect geraakt gewoon. Check dit, als je het ook in slow motion ziet. Boom, heerlijk geschoten. En dan de keeper zat er volgens mij nog net met zijn vingertop aan. In ieder geval onderkant lat erin. Dat maakt de goal ook wel altijd net iets mooier. Als hij onderkant lat erin gaat of via een paal. Dat ziet er net iets spectaculairder uit dan dat hij er gewoon in vliegt. Dit soort goals zijn gewoon de mooiste. En daarom staat hij natuurlijk ook op nummer 5. Maar de top 4, zeg maar, dat wordt nog beter. Of was het nummer 6? Volgens mij was het inderdaad nummer 6. Nu komt nummer 5. Ja, inderdaad, nu komt nummer 5. Maar de goals die nu nog komen, die zijn nog gewoon beter als die goal die je net zag van Rodriguez. Dat is wel echt bizar. Kijk, de corner wordt weggewerkt en vervolgens krijgt speler bal. Die denkt, wat moet ik ermee? Die paas hem door de lucht naar een andere speler. En één keer op de pantoffel, recht in de kruising. Heerlijk geraakt. Dit zijn trouwens wel veel goals die al vet lang geleden zijn gescoord. Maar weet je, die tellen natuurlijk ook gewoon mee voor WK. Vooral hier. Dan denk je, ja, wat moet ik met die bal? Nou, hij denkt, ik schiet maar gewoon en heerlijk geraakt. En door met nummertje 4. En dit is misschien wel de beste combinatiegoal, zeg maar, qua tiki-taki voetbal. Dit is zo heerlijk. Hier door de lucht, tikkie terug door de lucht. Boom, halve omhaal in de verre hoek. Oh, dit is zo'n zieke goal. Echt bizar. Vooral die tiki-tiki hiervoor. Gewoon twee keer door de lucht naar elkaar overpasen. En dan in één keer een halve omhaal. Kijk, hier tiki, nog een tiki door de lucht. En dan deze halve omhaal. Oh, prachtig. Het zou nog mooier zijn geweest als hij in de kruising zou vliegen. Maar ja, niet elke goal kan natuurlijk helemaal perfect zijn. Dit is eigenlijk al perfect. Maar het is echt heel niet normaal. Maar het zou inderdaad nog mooier zijn als hij onderkant lat erin zou gaan of zo. Maar dat wordt wel heel erg onmogelijk. Maar door met nummertje 3. En ja, ze worden alleen nog maar zieker. En dit is zometeen ook weer zo'n zieke volley. Dit is echt niet normaal. Het is echt bizar hoe ziek veel mooie goals er zijn gescoord tijdens het WK. Eén keer aanname op de boys. Boom. In één keer in de verre hoek. Oh, wat een schot was dit. Net hadden we ook zo'n goal van Rodriguez. Maar deze is eigenlijk nog een stukje beter. Nog een stukje knapper. Omdat hij hem één keer voorgegeven krijgt. Echt zo'n lange bal. Die best wel hard aankomt. En zo goed onder controle brengen. Dat je in één keer kan schieten. En dan ook nog zo'n perfect schot. Echt niet normaal. Dit is echt een heerlijke goal. Maar dat is dus nummertje 3. Nummertje 2 is heel ziek. En ik weet bijna al wel zeker dat jullie deze wel kennen. Dit is namelijk Bergkamp. En zoals jullie weten had Bergkamp ook een zieke goal tijdens het WK. Aanname uit de lucht. Afkappen en boom, goal! De commentaar van deze wedstrijd was trouwens ook echt super vet. Jongen, de presentatie, wie was dat ook weer? Jack van Gelder, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval, die werd helemaal lijp. En ook terecht, want wat een goal. Vooral die eerste aanname, perfect afgekapt. En dan vervolgens in de verre hoek, keeper, geen schijn van kans. Het is wel, denk ik, een van de mooiste Nederlandse goals
alle tijden. Echt heel mooi. En dan zijn we nu bij nummertje 1 beland. En dat is niemand minder dan Maradona. Er zitten best wel wat legends en icons in deze top 15 video. Heerlijk. Oh, dit is zo'n heerlijke goal. Volgens mij heb ik deze al wel eens eerder behandeld in een top 10 video. Hij rent iedereen eruit. Hij doet zoveel spelers hier. En dan hier vervolgens ook nog de keeper voorbij. En dan schiet hij hem in goal. Oh, wat een zieke goal. Ik vind het zo bizar dat je zo goed kan voetballen. Maar dan laat ik het hierbij voor deze top 15 video. Als jullie zelf goede ideeën hebben voor een eventuele volgende, laat het natuurlijk even weten beneden in de comments. En dan kan ik misschien jouw reactie de volgende keer uitvoeren. En dan hebben we dan weer een leuk idee voor een nieuwe video. Maar dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!